Beste kijkers, het is gelukt om vandaag de vierde witte candle op rij te plaatsen. Uiteraard naar hogere niveaus. We noteren zo rond 7,45. De swingteller een tandje hoger naar plus 3. De RSI nog lekker opverend en opkrullend richting de OB-lijn. Geen overspanheid, geen rode strepen in de nabije omgeving. Dus de bulls lekker in het zadel en wat mij betreft goed op stoom. Hoe lang houden ze dat vol? Dat is natuurlijk steeds een belangrijke vraag. En uit dit plaatje blijkt, omdat er geen belemmeringen zijn boven in het veld, dat ze nog best wel wat ruimte hebben tot 7,50, 7,60, misschien zelfs ietsje hoger. We volgen wat dat betreft netjes de swingteller, die nu halverwege is en met deze voortgang natuurlijk rap door kan naar de plus 9 stand. Ook de RSI niet onbelangrijk. Als die langzaam maar zeker de OB-band gaat raken of gaat benaderen, dan moeten we gaan oppassen voor wat topvorming. En natuurlijk de allerbelangrijkste reden, niet eerder dan bij een zwarte candle, dan mogen we pas wat haperingen gaan verwachten in het bullenkamp. Voorlopig dus ziet het er allemaal goed uit. Opstomen naar hogere niveaus. Blijf zitten waar je zit met koopposities. Nu niet verder meer uitbreiden, want zoals gezegd, de swingteller is al aardig op weg. En we gaan gewoon eens kijken tot hoe ver de bulls kunnen reiken. De DAX gaat daar niet helemaal in mee. Nu ook weer moeite om door de rode streep heen te prikken op ruim 15.800. Dat is nu voor de derde achtereenvolgende dag al het geval. En met deze voortgang zal het momentum uit deze chart lopen en neemt de kans toe op wat correctiebewegingen richting de SMA-lijn. Ook hier geldt, niet eerder dan bij een zwarte candle, oppassen voor bestaande koopposities die dan even afromen en neutraal kijken wat er verder gaat gebeuren. Hoe is het met de tip van vandaag? Ik heb een niet zo'n bekend fondsje, althans een fonds meegenomen, wat niet vaak aan bod komt en wel de daggrafiek van Fagron. Vandaag ook al een aantal keer een tweet aan besteed, want hier is nog een hele degelijke rebound gaande. En u weet, een rebound is een opleving in de downtrend. Nadat er eerst gebodemd is op 17,73, ook hier staat een vierde witte candle, net als de AEX. En de swing tellen vandaag naar een plus 1 standje. En dat betekent, als we dan naar boven kijken richting de Fibo-grid, en dan hou ik de 50% Fibo-lijn even in de gaten, daar ligt ook de SMA-lijn. En dan hebben we het over een alleraardigste opleving naar 18,91. Laten we het afronden op krap 19. En dat is voor countertrendspelers en voor rebounders en koopjezagers natuurlijk best een interessant ritje. Zeker als je dat gaat combineren met een leuke BNP Paribas Turbo aan de longkant, wel te verstaan. Dus reboundkansen voor Fagron. Ik wens u een plezierige avond.